We zijn weer in de Efteling en deze keer nemen we een kijkje bij de opnames van Te Land, Te Zee en In de Lucht. Is er een standbeeld verschenen en verdwenen en ontdekken we welke attractie de Efteling gaat bouwen na Das Macabre. Goed, krijgers. Ik ben Lamando, de Type R Viking. En super tof dat je kijkt naar een nieuwe video vanaf nu eventjes de parkeerplaats van de Efteling. We zijn hier natuurlijk pas geleden nog geweest voor een update rondje. Maar er waren toch wel weer een paar nieuwe dingetjes. Dus ik denk van we gaan toch nog eventjes lekker snel naar de Efteling. Eventjes een bonus video opnemen. Zal denk ik niet heel erg lang worden. Alhoewel, meestal als ik zeg dat het een korte video wordt, dan wordt het meestal een hele lange video. Maar dat gaan we uiteindelijk vanzelf al zien. Er zijn natuurlijk wel een paar dingen waar we vandaag eventjes naar moeten gaan kijken. Sowieso zijn de opnames bezig voor Te Land, Te Zee en In de Lucht. Daar gaan we eventjes kijken. Er was nieuwe merch. Er was ook iets nieuws bij Das Macabre. Dus weer genoeg te zien. Ik zou zeggen, laten we gewoon niet langer treuzelen en gewoon lekker het park in gaan. Nou, en dan gaan we natuurlijk eerst eventjes binnen bij de Eftelingen, want hier was nu toch weer iets nieuws te verkrijgen. Hier namelijk bij de pins zien we weer een nieuwe pinset. Eentje met roodkapje, met varkier en met de heks erop. Kost 15 euro, dus toch weer een leuke set. Die gaat in ieder geval mee naar huis. Oh, en dit was trouwens vergeten te laten zien in de vorige video, maar het toverpuntje hier in de winkel is natuurlijk ook weggehaald. We hadden hier eerst ook zo'n toverpunt, dan ging het daar allemaal geluid en licht geven daar bij Pardoes. Maar die is nu dus ook weg. En als we dan weer naar buiten lopen bij de winkel, zien we hier weer, Efteling is weer een hoop hekken staan. Ja, de deuren die hier stonden, die moesten natuurlijk ook nog helemaal opnieuw worden opgeknald. Die moesten ook de nieuwe kleur krijgen, heel nieuw uiterlijk. Dus dat zijn ze nu waarschijnlijk aan het doen. Ze hebben het er helemaal uitgehaald. Het is echt helemaal leeg getrokken. Ja, ziet er toch wel een klein beetje vreemd uit. Zo helemaal leeg, maar goed, dat komt vanzelf natuurlijk wel weer goed. En ze zijn daar de kassahuisjes of kaartcontrolehuisjes voor verblijfgasten. Die zijn ze daar nu ook helemaal weer aan het verven. Dus dat is ook hartstikke mooi. En hier zo achter me, daar is natuurlijk een backstage gebied. Daar kun je al zien dat de Efteling zich alweer aan het voorbereiden is op de zomer. Want de gin die staat daar gewoon al klaar. Hij is nu natuurlijk nog aan het slapen. Maar van de zomer wordt hij natuurlijk gewoon weer wakker. En dan gaat hij weer lekker rondjes lopen bij de Vatenbegaaner. Kan je er weer mee op de foto en praatjes maken. Hartstikke leuk. Het is toch altijd wel weer iets om naar uit te kijken. Elke zomer. Maar goed, het is hier allemaal een beetje een hoop kabaal. Ze zijn hier op de Aquanura-vijver natuurlijk bezig met opnames voor Te Land, Te Zee en In de Lucht. Ze zijn nu al druk bezig. Er staat ook een enorme kraan om alle voertuigen weer uit het water te hijsen. Het is best een hele onderneming. Maar ik zou zeggen, laten we gewoon eventjes gaan kijken wat we kunnen zien. Ga er niet al te lang kijken. We gaan natuurlijk niet de hele opnames filmen. Dat is echt veel te lang. Dat moet je gewoon allemaal lekker op tv gaan kijken. Maar we kunnen in ieder geval gewoon eventjes gaan kijken hoe het er allemaal aan toe gaat. Ja, en we zijn eventjes weggegaan bij Te Land, Te Zee en In de Lucht, want het was niet echt heel erg handig filmen daar. Er werd allemaal copyright muziek gedraaid, dus dat schiet voor YouTube-video's eigenlijk helemaal niet op.
Dus ja, we zijn eventjes hier naar de zwarte kant gelopen. Hier is het tenminste rustiger, want ja, bij de Akkenhoevenvijver echt helemaal rondom wordt gewoon keihard muziek gedraaid. Zelfs bij de Vaten Begalen is het nog keihard te horen. Zelfs daar zit je er niet rustig van. Dus het is allemaal best wel ingrijpend. Maar het was wel heel erg leuk om te zien. Een paar teams naar beneden zien gaan van de schans. Maar ja, het is wel, als je daar zit, het is elke keer maar een paar seconden. Ze gaan naar beneden, ze ringen de bel. Of niet, soms gaat het mis. Maar ja, dat is dan. Dan moet alles weer uit het water worden getild. Dan moeten ze weer gaan voorbereiden op het volgende team. Dus het is voornamelijk heel veel wachten. Maar goed, het was in ieder geval leuk om een keertje gezien te hebben. Als je in de Efteling bent, altijd wel eventjes grappig om daar dan eventjes te gaan kijken. Voor die paar opnamedagen die ze hier hebben natuurlijk. Ik vond het vooral heel leuk om te zien dat er ook eigenlijk heel erg veel nep is. Ze hadden een heel stuk tussendoor dat ze allemaal ja, gewoon reactieshots gingen maken. Van het publiek gingen ze de hele tijd vertellen van oh ja, ze hebben nu de bel gerinkeld, dus doen we allemaal blij. We willen nu gewoon een applaus, we willen nu gechoqueerd, dat soort dingen. Ja, dat is dus eigenlijk allemaal nep. Dat, ja, dan wordt gewoon lekker omgeroepen en dan wordt dat apart erbij gefilmd. Op zich natuurlijk ook wel logisch, want ja, je kan niet alles filmen, zelfs niet met zoveel camera's. Maar ja, het was toch wel heel erg grappig om te zien hoe ze dat allemaal aanpakken. En dames en heren, u mag dan allemaal naar mijn collega kijken, Gerard, die daarboven zit. En dan kijkt u ook een keer naar mijn collega's daar rechts, de camera mensen. En dan zetten we lekker enthousiast applaus met juichen en jullie. 3, 2, 1. Heeft de bel bereikt? Dat wil ik graag horen van jullie. 3, 2, 1! Maar ja, verder eigenlijk niet heel erg veel over te melden. Ja, ben jij hier nog in de Efteling tijdens een van de opnamedagen? Ja, ga gewoon lekker kijken. Het trekt allemaal best wel veel bekijks, dus de sfeer is wel heel erg goed. Het is allemaal best wel gezellig om eventjes bij te gaan staan. Maar ja, voor de rest niet heel interessant om gewoon de hele dag te gaan staan filmen ofzo. Dus ja, ik ben hier nog eventjes naar de Zwarte Kat gegaan. Want we hadden hier natuurlijk nieuwe magneetjes. Ze hebben nu magneetjes van Das Macabre. Ziet er heel tof uit. Logootje erop. Kostte €3,50. Ik vind het wel tof gedaan. Qua details is het natuurlijk niet helemaal optimaal. Maar ja, voor wat het is het best tof. Het lijkt trouwens van steen. Is het niet, het is gewoon plastic. Maar ja, wel weer tof voor op de koelkast. En ik zag trouwens dat er weer iets nieuws was bij Das Macabre. Want Jozef Charlatan is in het park gespot. Ik zag er foto's van voorbij komen op social media. Ja, zijn standbeeld komt natuurlijk voor het mausoleum te staan. Ik ben natuurlijk ook eventjes gaan kijken of ik het zelf kon zien. En ja, hij is ondertussen blijkbaar gewoon alweer weggehaald. Ja, het was waarschijnlijk gewoon eventjes een test of zo, kijken of die daar goed zou staan of zoiets, denk ik misschien. Maar ja, het feit dat ze hem daar al eventjes hebben neergezet, betekent natuurlijk wel dat het niet heel erg lang kan duren voordat hij daar echt op zijn plek komt te staan. En ja, dat was eigenlijk het enige wat ik hier nu te melden heb. Dus we gaan nog snel eventjes het park in, kijken wat we nog meer tegenkomen vandaag. Nou, en in Ruigrijk heel veel mist bij de tunnel van de Vliegende Hollander. Het is best wel extreem. Je ziet er echt bijna niks meer. Maar wel een heel tof effect. En blijkbaar is er ergens anders in het park ook nog extra mist. Maar daar komen we later op terug. Verder zag ik nog dat Nest nu dicht is voor onderhoud. De hekjes voor de heuveltjes die zijn nu wel weggehaald. Maar ja, de speeltuin zelf is nu dicht. Dus ja, daar kan je nu eventjes niet spelen. En de vorige keer zagen we hier natuurlijk al dit hekkendolhof. Ik wist niet precies waar het voor was, maar ze zijn nu ook daadwerkelijk iets aan het doen. Ze hebben hier nu heel de straat opengehaald. Ja, gewoon een hele streep ligt hier open. Ligt ook echt helemaal vanaf daar, vanaf personeelsruimte. Is eigenlijk helemaal doorgetrokken, dus waarschijnlijk zijn ze iets van kabels aan het leggen ofzo. Maar ja, daar was het dus voor. Nou, en in Grijzenrijk eigenlijk niet echt iets nieuws gevonden. Ja, ik zag er weer een kapotte frisdrankautomaat tegenover de traptreintjes. Natuurlijk niet mega interessant. Kan ook gewoon zijn dat die gewoon leeg is. Dan plakken ze soms ook gewoon een sticker op. Maar ja, dat is. Maar als we hier bij het Zomerstrand aankomen, daar toch wel echt iets heel erg opvallends. Want ze zijn een compleet nieuwe constructie daar aan het neerzetten. Er staat best wel veel overheid.
geen idee wat het gaat worden. Het is natuurlijk niet de souvenirhut, want dat zijn de gekleurde huisjes ernaast. Maar ja, ik ben benieuwd wat het gaat worden. Het ziet er best wel groot uit, dus ik denk dat we hier best wel wat van kunnen verwachten. Nou, natuurlijk ook nog even in het lavelaar gekeken. Het enige wat daar is opgevallen is dat ze midden in het lavelaar nu nog verder zijn met bestraten. Dus dat is in ieder geval mooi. Verder niet heel erg veel aan de hand. Maar ik denk, we gaan nu maar eventjes naar de droomvlucht. Want ja, de vorige keer dat ik in de droomvlucht zat, toen was er opeens heel erg veel mist in de attractie. Vooral in het Kastelenrijk en in het Wonderwoud stond het wel echt helemaal blauw van de mist. Ik had het in de vorige video maar niet genoemd, want ik dacht van nou ja, misschien is het een eenmalig iets, misschien een klein foutje of zo. Maar ik hoorde dat er van het weekend ook heel veel mensen waren die het hebben gezien. Dus laten we gewoon eventjes lekker in de droomvlucht kijken. Kijken of het nog steeds zo is. Nou, ik weet niet hoe goed je het op camera kan zien, maar er was inderdaad wel wat extra mist. Vooral in Kastelenrijk, tussen ja, de achterste kastelen, daar zat wel echt gewoon een goede dikke laag mist. En ook eigenlijk helemaal onderin. Ja, zoals ik al zei, ik weet niet of je het heel erg goed kan zien op camera, maar in het echt was het in ieder geval wel heel goed te zien. In het Wonderwoud was inderdaad ook weer heel, heel erg veel mist. Eigenlijk wel ietsjes te veel, vond ik. Het staat echt best wel blauw. Gaat toch wel een beetje ten koste van de scène. Een beetje mist is natuurlijk wel een heel erg gaaf effect, maar ja, dit was gewoon net een beetje too much. In de Elfentuin was het natuurlijk helemaal geen mist. Dat is daar eigenlijk nooit. Dus dat is gewoon normaal gebleven. En in het Sompelhout is ook geen mist. Hebben we eigenlijk ook niet meer nodig daar, want ja, we hebben daar nu al die plantjes in de vijver staan. En dat ziet er ook gewoon hartstikke mooi uit zonder mist. Maar goed, we gaan nu nog eventjes snel naar het Sprookjesbos en daarna zijn we denk ik wel een beetje klaar voor vandaag. Ja, de eerste update die ik in het Sprookjesbos ben tegengekomen is dat de bankjes tegenover Repelsteeltje, dat die nu in onderhoud zijn. Dus ja, toch weer een paar bankjes weg. Ook zag ik bij de Kleine Kroen dat de verfwerkzaamheden eindelijk klaar zijn. Ze waren daar de vorige keer natuurlijk bezig met een deur te verven. Dat is nu in ieder geval helemaal af. Maar ja, de grootste update nu in het Sprookjesbos is toch wel dat de Zes Zwanen nu in onderhoud is. Behoorlijk groot onderhoud zo te zien. Het ziet er allemaal best wel extreem uit. Ze hebben zelfs een hele rots staat daar gewoon midden op het pad. Die rots die komt natuurlijk uit het midden van de vijver. Die staat daar normaal in het midden over, over de hele techniek van de molen heen. De techniek is nu helemaal te zien. Wel heel erg tof natuurlijk dat we dat nu gewoon een keertje zo kunnen zien. Maar ja, het ziet er ook allemaal wel een beetje raar uit. Het controlehokje staat ook helemaal in de stijgers. Dus ja, die wordt waarschijnlijk ook weer helemaal opgeknapt en geverfd. Ziet er straks waarschijnlijk weer helemaal netjes uit. Maar ja, ik ben vooral benieuwd of ze nu ook de zwanen een keertje aan gaan pakken. Die zijn natuurlijk al heel lang de vleugel kwijt. Ja, ik hoop echt dat ze daar gewoon nu eindelijk een oplossing voor hebben gevonden. Dat die zwanen ja, toch weer mooi worden gemaakt als ze toch weer een vleugel krijgen. Maar natuurlijk wel op een goede manier, zodat het personeel niet altijd hoeft te bukken. Want ja, dat was natuurlijk wel één van de redenen waarom die vleugels zijn weggehaald. Ze moesten elke keer bukken om die vleugels open te maken. Veel te slecht natuurlijk voor je rug. Dus ja, hopelijk komt daar een oplossing voor. Maar dat gaan we waarschijnlijk dan binnenkort al zien. Voor nu, ja, je kan dus gewoon eventjes niet naar het sprookje toe. Maar ja, toch best wel tof om... om het sprookje nu zo in onderhoud te zien. Zie je toch weer dingetjes die je normaal gesproken niet ziet. Nou, en ja, hier zo eigenlijk tegenover mevrouw Holle. Hier is een lantaarnpaal. Ja, een beetje kapot. Het raampje is er een beetje uitgevallen. Dus dat moet ook eventjes gefixt worden. En hier bij Moedigheid is het hekje weer terug. Ja, toch een stuk meer aan de hand dan ik had verwacht eigenlijk hier in het Sprookjesbos.
Ja, en dan nog goed nieuws voor de Fata Morgana. De vorige keer zagen we natuurlijk een scherm gewoon midden in het decor staan. Bij de wachters voor de martelscène. Dat scherm is ondertussen weggehaald. De wachter is weer gewoon te zien. Dus die heeft zijn kleren weer gewoon normaal aangetrokken. En het ziet er weer allemaal hartstikke goed uit. En dit hebben ze trouwens ook snel gefixt. De vorige keer zag je hier natuurlijk nog een gat in de muur zitten. Omdat ze hier het toverpunt hebben verwijderd. Het is ondertussen alweer gedicht. Het is alweer helemaal geverfd. Dus het ziet er weer goed uit. Ik moet alleen nog even drogen. Wat lastig met het weer. Maar goed, het staat gelukkig onder een aftakt. Ja, en terwijl ik dit zat te editen, komt opeens het nieuws binnen. De Efteling stopt met Ravelijn. Het zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen. Het gerucht ging al een tijdje rond. Maar het lijkt nu eigenlijk ook al zo goed als bevestigd. De show Ravelijn gaat weg uit de Efteling. Dit betekent niet dat heel Ravelijn uit de Efteling weggaat. De stad Ravelijn blijft er nog wel. Alleen ze gaan het nu dus blijkbaar helemaal ombouwen. Tot een soort van dorpsplein. Of nou ja, stadsplein eigenlijk meer. Want ja, Ravelijn is natuurlijk een stad. Met horeca, souvenirwinkel, entertainment. En misschien wel het allerbelangrijkste, een nieuwe attractie. Ja, wat de nieuwe attractie precies inhoudt, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar het schijnt te gaan om een loopattractie. Dus niet echt iets met karretjes of draaischijven of dat soort dingen. Gewoon iets waar je gewoon zelf lekker doorheen kan lopen. Wel met acteurs, niet met dieren. En blijkbaar stap je gewoon echt in het verhaal van Ravelijn. En zie je het verhaal gewoon helemaal om je heen gebeuren. En zit je er gewoon middenin. Ja, klinkt natuurlijk super tof. Ik weet niet precies hoe ik me dit helemaal moet voorstellen. Maar het is nu dus gewoon wachten totdat de Efteling het echt officieel bekend maakt. En dat we dus ook echt concept art van krijgen. Dan krijgen we waarschijnlijk gewoon een beter beeld van hoe deze attractie gaat worden. Ik ben in ieder geval echt ontzettend benieuwd naar. En ik ben eigenlijk zelfs nog wel meer benieuwd naar dat dorpsplein. Of stadsplein dus eigenlijk. Ja, dit kan echt zo super vet worden. Het wordt dus eigenlijk een soort van heel Ravelijn themagebied. En hoe chill zou het zijn als we nou weer gewoon lekker dat terras opengooien bij het wapen van Ravelijn. En dat je nou weer gewoon lekker kan zitten met een drankje en Ravelijn muziek en entertainment. Ja, ik zie dat echt wel zitten. En als ze dat echt gaan doen, dan zie ik mezelf daar wel heel wat zomeravondjes doorbrengen. Maar goed, het is nu dus gewoon nog eventjes afwachten. Waarschijnlijk is dit dus wel het laatste seizoen van de show Ravelijn. Dus heb je de show nog niet gezien, zorg dat je voor de winterstop in de Efteling bent. En dat je die show nog even gaat kijken, zodat je die in ieder geval nog hebt gezien. En ik denk dat we nu eigenlijk al eens een beetje kunnen zeggen. De volgende nieuwe attractie van de Efteling wordt Ravelijn. En het klinkt toch wel een beetje raar om dat te zeggen. Nou, en we sluiten de video af hier zo bij het Efteling Hotel. Ja, we moesten natuurlijk toch nog eventjes naar de gelagkamer toe. We moeten er toch nog echt wel eventjes van genieten. Nu het nog kan. Snel eventjes een drankje gedaan hier. Ook leuk dat Pardoes nog even langs kwam om chocolaatjes uit te delen. Dat was hartstikke tof. En het was gewoon ook weer een hele toffe dag in de Efteling. Natuurlijk heel erg tof dat we wat dingen hebben gezien van te land, te zee en in de lucht. We hebben best wel wat updates gezien vandaag. Wel een beetje jammer dat we het standbeeld van Jozef Charlatan hebben gemist. Maar goed, waarschijnlijk komt hij ook weer heel erg snel terug. En dan kunnen we alsnog een keertje goed gaan kijken. Maar goed, nu is het echt tijd om naar huis te gaan. Ik ga me weer voorbereiden op ons volgende pretparkavontuur. En dat avontuur wil je natuurlijk ook niet missen. Dus druk even op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Doe ik even een blauw duimpje omhoog gehad. Op het kanaal echt ontzettend veel. Volg me op alle socials voor nog meer updates, stories en foto's uit de pretparken. En laat in de comments even weten naar welk detail jij het meest uitkijkt bij Das Macabre. Maar ik ga nu wel echt snel naar huis. Het begint echt steeds harder te regenen. Dus hier vanaf het Efteling Hotel zeg ik weer bedankt voor het kijken. Rock on. En tot de volgende video.